Ik weet eigenlijk wel 1000% zeker dat André, want ik ben zelf ook natuurlijk een groot André-fan, André had dit geweldig gevonden. Een van de grootste volkszangers van Nederland, André Hazes, is natuurlijk al even dood. Maar niet getreurd, hier woont Andrea Hazes en die houdt zijn herinnering nog springlevend. Hallo! Hallo! Welkom in het huis van Carolien. Als je roem voorbij is, moet je kijken wie je nog kent. Caroline, wanneer kwam jij erachter dat je op Hazes leek, op André Hazes? Nou, eigenlijk mijn hele leven al, want vanaf mijn 13e jaar heb ik, dat kan ik ook echt mijn foto's laten zien, heb ik eigenlijk al een beetje dit uiterlijk. En toen vroegen mensen alle mij van, zo, ben jij familie van André Hazes? Ik zei, nee, was maar zo, want ik was toen eigenlijk al fan. Alleen dat het echt zover is gekomen dat ik, zeg maar nu als Andrea Hazes door het leven gaat, dat is in 2017 eigenlijk door een gek geintje uit de hand gelopen. En hoe is dat om dan op te treden als Andrea Hazes en te playbacken? Hoe voelt dat? Het is volksmuziek. Het komt binnen. Het is een beleving. En ik merk gewoon, als ik opkom als Andrea Hazes, dat ik voor sommige mensen hem weer even terugbreng. En dat zie je ook, want er zijn mensen die gaan gewoon huilen. Gewoon omdat het zo binnenkomt dat ik er zoveel op lijk. Vanavond ga ik even uit mijn bol. Gooi alles van me af en giet me vol. Eigenlijk ben je 010, Rotterdam. Ja. Dus moet ik dit dan toch eigenlijk zien als een heel mooi, liefdevol iets tussen Rotterdam en Amsterdam? Ja, voor mij wel, hè. Want laat ik heel eerlijk zeggen, ik heb helemaal niks met dat gedoe met 010 en 020. Dat gaat in mijn belevenis over voetbal. Nou, ik weet nog geen eens wat buitenspel is. Ik ben altijd voor de beste en degene die wint. En wat ik eigenlijk het meest bizarre vind, is dat Hazes, die kwam net zoveel in de Kuip als in de Arena. Dus waar hebben we het over, hè? Carolina, ik wil jou wel eens zien als Hazes. Zou jij je om kunnen kleden? Ja. Nou, kom maar. Oh. Oh, dat is toch wel heel anders inderdaad. Nou, en dan te bedenken dat ik eigenlijk alleen maar een andere broek aan heb. En die blouse. En wat vindt je man daarvan? Nou, het mooiste is, ik heb hem van het internet geplukt. En er stond bij lichtgebruik krassie deuken. Ik zei, nou, kom maar mee dan. Ja, god, we zijn nu 12 jaar verder. Ik ben al bijna 8 jaar getrouwd met hem. En hij gaat ook. Ik hoop dat hij van André Hazes houdt. Nou, hij was helemaal geen Hazes-fan. Nee, hij is meer van de Metallica en de House. Dus ik heb hem geïntroduceerd in de Nederlandstalige muziek. En hij mij in de teringherrie. En wat vindt de familie Hazes ervan? Hebben die wel eens gereageerd hierop? Ja, ze zijn er niet blij mee. Ze hebben niks met lookalike, zeggen ze. Maar ja, ik weet eigenlijk wel 1000% zeker dat André, want ik ben zelf ook natuurlijk een groot André-fan, André had dit geweldig gevonden. Nou, Caroline is ver te zoeken, zeg. Ja. Hallo dan. Het wordt steeds meer André, hè, zoals jullie zien. En de jas? Mijn leren jas aan. Nog heel even kleine vraag aan jou. Hoe vind je dat dan om Caroline André te zien worden? Ja, het gekke is, ik zie mijn vrouw. Dat is. Ik kijk er doorheen, zeg maar. Dus ik zie het niet echt meer. Nou, ik zou zeggen, Andrea, give it away. Welk nummertje wordt het? Als je alles weet. Dat is zo'n fantastisch mooi nummer. Oké, alsjeblieft. Dankjewel. Ik ga hem er even inzetten. De wereld is zo anders. Nu jij hier bent verdwenen. De straat is nu zo somber. Wie had dit kunnen denken? En je denkt niet na. Kan opeens de zon verdwijnen als hij jou verlaat.